Welkom dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zijn we bij een prachtige omgeving, voor mensen die het houden, daar echt van houden. En we moeten eens kijken hier. We hebben hier een groot, ze noemen dat een vennetje. Laat de beelden nu zien. Ik denk dat heel veel mensen dat wel leuk vinden, maar ik liet het even zien en ik dacht van, nou ja, het is toch wel leuk om even wat filmpjes daarvan te maken. En hier is dan een fietspad waar ik vandaan kom. Ik ga naar daarheen, richting Vledder. Ik ga even snel melk halen in Hagelslag, want dan ga ik weer Brinta eten straks. En ja, dat is de bedoeling een beetje. En dan, dan gaan jullie een beetje dit beeld een beetje zien nu. Maar ik ga niet de hele tijd filmen, want ik ga alleen maar zo filmen. Dus ja, jullie willen de beelden zien, dan krijgen we nu de beelden te zien. Tot zo. Jullie krijgen nu de beelden te zien. Yo. Hartstikke mooi die beelden. We zijn er vlakbij. Het is nog ongeveer 5 uurtjes fietsen. Oh man. Ik krijg koude handen ervan, joh. Zo. Echt niet normaal. Mijn handen bevriezen, man. Oh ja, en straks komen we bij een plek waar ze kerstbomen verkopen. Dat kun je zo zien. Het is een fietsbord, maar we gaan er rechtdoor. Dus ja, hier links van mij staat zo'n kerstboom te komen. Kijk eens, we gaan er zo langs. Als je nog een kerstboom wil, je woont hier in de buurt van Drenthe. Dat zou ik niet meegaan. Hier zijn de kerstbomen te koop. Groot en klein. We zijn er bijna. Dat is daarachter helemaal is de Vledder. We blijven daar ook eventjes, we gaan niet direct terug. We
we gaan nu hier langs, daar niet, we gaan hierin. Lekker tussendoor. Zijn we daar sneller. Het is wel een smal paadje, maar ja, u in een eentje, dus dat kan wel. Zo. Ja, en wat ik al in de vorige video zei, vandaag wordt het dus ook gezegd wat gaat gebeuren met de regels van hier met corona. Dus misschien ga ik naar huis met kerst, misschien ook niet. Ik weet het allemaal niet. Maar ik ga er wel vanuit, want het is wel belangrijk voor mij en iedereen om naar huis te kunnen met kerst. Maar ja, niet te druk om maken, we gaan eerst even lekker genieten van deze fietstocht. Dus geniet er maar van. Kijk, voor ons komen de fietsers aan, dus we moeten hierin. Ga aan de kant. Alsjeblieft, hi. Hi. Ja, toch even lief zijn tegen mensen, hè. Oudere mensen, daar moet je altijd heel lief voor zijn. Zo hoort het. Je hoort ze niet gewoon van de weg af te snijden of zo, weet ik veel. Ja, tuurlijk. Mensen hebben er wel eens meningen over. Over dat als ze op de weg zijn met de auto, dat het heel langzaam gaat. En... maar ja, hun hebben ook gewoon op leeftijd dat ze dat hebben. Dan kunnen wij eigenlijk niet om klagen. Wij weten dat nu. Ja, en dat is het. Maar... het zijn hartstikke leuke mensen die gewoon heel lief voor zijn en gewoon de ruimte gunnen. Het is een heel smal paadje, dus ja. Hierachter heb je nog een voetbalvelder. Dus ja, we zijn er nu bijna hoor. Ik kan een voetbalveld meer. Ik weet niet of ik kan zien, ik denk het wel. Hier is dus nog één straatje verder. En dan begint Fletter alweer. Gezellig. Ja, ja. Hoi. Hi. Okay. Ik dacht even zei van dit hond te pakken. Maar dat deed hij niet. Ik dacht nee. Ik stond eventjes, maar ja. Kijk, daarachter is begin Fledder al. Dan gaan we direct door naar de winkel. Gaan we wel eventjes twee pakken melk halen. En één pak hagelslag in, dat is het. Lekker simpel. Moet ik even kijken wat ik ga doen, vrucht, hagelslag of gewoon de hagelslag. Dus ik denk weer voor de vruchten gaan of zo. Ik weet niet. Moet even kijken. Dat is een goede keuze straks. Dus, ja.